Namaste, Hare Krishna, Salam alaikum, Shalom, Aloha, In lakai elakin, Win Gappo. Goedemiddag iedereen. Uh, ik ben Cleo. Uh, ik ga jullie proberen vandaag advies te geven. Ik heb eigenlijk de kaartjes, drie, uh, drie kaartjes, een week geleden al getrokken. Maar mijn lichamelijke toestand was zo slecht. Ik word zo zwaar en gewelddadig verkracht dat mijn anus en mijn vagina gescheurd zijn. En ik al weken uit daaruit bloed. Ik slaap zo slecht dat mensen denken dat ik uh, gedrogeerd ben en dat ze me alles kunnen laten doen. Dat is echt verschrikkelijk om de ware gelaat van iedereen te zien. Wat ze daadwerkelijk in staat hoe zijn. Dus ik was zo, zo zwaar vermoeid en kapot. Dat ik dacht dat het geen avans was om op de camera te komen. Dus nu breng ik met een zekere vertraging alsnog de boodschap die ik eigenlijk een week geleden wilde brengen. En die ik vorige week donderdag voor jullie heb getrokken in een boodschap. Uh, ik ben aan het denken wat ik nog meer moet zeggen. Ik wil jullie zeggen, zoals ik de vorige keer heb gezegd, dat jullie één op één coaching bij mij kunnen krijgen. Dat is met of zonder kaarten. Dat is zoals je wilt. Ik ben ook psycholoog van opleiding en ik heb pastoraal, ik ben pastoraal geschoold. Dus dat kan zijn wat je wilt. Uh, ik, ben, ik hou me ook bezig met van allerlei andere dingen. Dus ik kan over van alles en nog wat zeggen. Maar ik wil hier gewoon niet te veel over op inwijden. Want uh, wie mijn video's volgt, weet al ongeveer een beetje wat ik ongeveer kan. Niet dat ik alles daar laat zien. Uh, maar weet wel, dus ik heb een mailadres. Pas, P-A-Z, Karuna K-A-R-U-N-A, coaching, C-O-A-C-H-I-N-G, at proton.me, me in het Engels, dus proton.me, me. En um, daar kunnen jullie iets aanvragen. Weet wel dat ik in een hele moeilijke omgeving hier zit en dat mijn buurman en mijn psychopaten buurman alles saboteren, dus normaal gesproken... Um, krijg je altijd antwoord van mij? Positief normaal gesproken, want ik heb op dit moment toch niks te doen. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ik probeer te vluchten, maar uh, normaal gesproken krijg je altijd positief antwoord. En als je geen positief antwoord van me krijgt, vraag dan uh, persoonlijk contact met mij. Ik bedoel, face-to-face, dat -to -face, je weet dat ik het ben die negatief is. Want uh, mijn buurmannen zijn tot alles in staat en ze, ze, zijn, ze hebben jammer genoeg heel veel macht over allerlei dingen die ik niet wil. Dus uh, jullie kunnen coaching voor mij krijgen één op één. Wat ik ook wil zeggen is dat ik op Patreon zit: Patreon P-A-T-R-E-O-N. Onder Pascaruna of Pascaruna Coaching. Als ik heel eerlijk mag zijn, weet ik dat niet meer 100% zeker. Maar ik denk Pascaruna Coaching. Maar, uh, dus zoals mijn e-mailadres. Ik zal proberen, ik heb daar al dingen op gezet. En ik zal proberen alles te updaten tegen het einde van deze, uh, van het einde van dit weekend. Om alle video's erop te zetten die ik al heb uitgebracht. Voor Facebook zit er op dit moment, zitten daar op dit moment geen video's bij die jullie niet hebben gezien. De mensen die op mijn Facebook zitten. Maar voor de mensen die op mijn YouTube volgen, daar zitten dan al video's bij. Zelfs op dit moment al. Als ik nog niet alles heb geüpdate, Zitten er al video's bij die ik niet openbaar heb gezet op YouTube? Dus er is echt wel degelijk iets extra's aan mijn Patreon. Het is wel betalend natuurlijk. Ehm. Um... Maar vanaf nu zal ik ook zeggen tegen de mensen op mijn Facebook: de, de video's die ik alleen op mijn Patreon deel, niet op YouTube, ga ik ook niet meer op mijn Facebook delen. Dus je moet echt ingeschreven zijn om al mijn video's te kunnen zien. Ja, ik bedoel, <laughs> ik heb heel veel gestudeerd, heel veel geld uitgegeven. Dus het is ook wel eens fijn als er iets terugkomt van hetgeen ik allemaal doe. En ik investeer zwaar in deze dingen die ik nu doe. Dus het is niet gratis voor mij. Het is niet dat ik gewoon gratis advies geef. Ik, ik moet daar geld in investeren en ik krijg geen rode, geen rode cent voor terug. En in zekere zin is dat oké, okay, maar het, ik moet ook overleven. Ik wil ook eten. Ik wil ook leuke dingen kunnen doen. En op dit moment kan ik mijn medicatie kopen zoals ik wil, bijvoorbeeld. En op dit moment word ik gewoon de keel afgesnoeid en kan ik niet normaal overleven. Uh, als ik één of twee subscribers heb op Patreon, zal ik zorgen dat ik minstens één ding op, YouTube, uh, op Patreon doe. Wat ik niet op YouTube doe per maand. Minstens één ding. Als ik tien subscribers heb, minstens tien subscribers, dan zorg ik ervoor dat er elke week iets op mijn Patreon staat. Wat niet op mijn YouTube staat. Dus er is wel degelijk dan een voordeel als je dan op mijn Patreon kan, komt wat ik niet op uh, YouTube doe. En ik zal er wel tijd voor maken. Dus ik zeg wel vier keer per maand. Dus in die zin geef ik mij de ruimte. Dat het niet één keer per week is dat ik iets extra's doe. Terwijl het in principe wel zo bedoeld is. Zeker als ik in een betere omstandigheid ben. dan ga ik daar zeker voor zorgen dat ik elke week iets doe. wat ik niet op, Facebook, uh, wat ik niet op YouTube doe. Maar omdat mijn situatie hier soms zo slecht is. en ik mijn, mijn gezondheidstoestand soms slecht is. kan het zijn dat ik één week niks doe en dan twee weken twee dingen. of zelfs drie dingen. Alleen, jullie begrijpen wel waar ik naartoe wil. Dus ik hoop dat jullie me willen volgen op Patreon. Dat zou heel fijn zijn. Um, ik ben aan het denken wat ik nog meer moet zeggen. Ik heb gezegd van die drie kaarten dat ik dat eigenlijk vorige week donderdag al heb getrokken. Dat heb ik verteld. Uh, voordat ik het vergeet, ga ik ook altijd even benadrukken dat je niks moet aannemen tenzij het met jezelf resoneert. Dus volg je eigen intuïtie. Neem niet zomaar iets aan omdat ik het zeg. Volg je eigen intuïtie en probeer te voelen hoe dat in jouw ziel resoneert. En dan wilde ik deze keer twee liedjes voor jullie zingen, die ik wel vond passen bij de kaarten die ik had getrokken. Het eerste liedje is Coming Around Again van Carly Simon. En het tweede liedje is I Have a Dream van Abba. Dat laatste liedje heb ik vaak gezongen. toen ik mijn eerste keer in een echte Auschwitz zat. Dat ik echt mee mijn leven bedreigd voelde. En dan zong ik onder andere dat liedje. waaronder ook God is Good. en God will make a way. van Dan Moen en zo. Um, ik moet wel zeggen dat als ik gewoon mee kan zingen met YouTube. dan zing ik alles juist. of relatief juist. Maar vooral bij dat liedje van Abba. ik zing dat op mijn eentje. zing ik andere woorden. En ik kom nooit uit mijn woorden als ik gewoon de gewone tekst zing. Maar op YouTube, als ik meezing, kan ik dat wel. Dus ik ben bang dat ik waarschijnlijk weer over mijn uh, tong ga vallen. En ook bij het liedje van Carly Simon. Dat is eigenlijk, eigenlijk is dat jammer dat, dat ik niet in tweede persoon heb. Want ze zingen, op een gegeven moment beginnen ze door elkaar te zingen. Maar hetgeen. Wat ze door elkaar zingen, het is allemaal relevant. Ik vind, dat gewoon, ik vind het ergens jammer dat ik dat niet alle twee tegelijk kan zingen. Maar ik zing gewoon de hoofdtekst zoals het aan het gegeven. Uh, en voordat ik daaraan begin. Het Carly Simon, Coming Around Again, lijkt een gewoon, gewoon liedje. Maar voor mij is dat niet het geval. Uh, ze, ze zingt onder andere I Believe In Love. En voor mij is dat niet alleen romantische liefde, maar ook de kracht van liefde. agape, de goddelijke liefde. In plaats van angst, liefde. De liefde, die, liefde voor het leven, liefde voor de medemens, liefde die, waarbij je hart open staat voor het leven in plaats van gesloten. Dus het is de kracht van liefde en het connecten met je ziel, je levenslessen leren. Ik ga even kijken wat er nog meer staat. Dat ik niks vergeet om toe te lichten. Het is wel vrij donker. En ze zingt bijvoorbeeld onder andere: I know nothing stays the same. But if you're willing to play the game, it's coming around again. En voor mij betekent dat: Ja, alles is inderdaad in verandering. Je wordt vaak misschien uitgedaagd. Wat impliciet ook wel blijkt uit het liedje. Je wordt uitgedaagd. Maar if you're willing to play the game. En voor mij is dat de. De game van liefde. En ik bedoel dat niet per se een romantische liefde, maar de liefde waarmee je, waarmee je teruggaat naar je ziel, je levenslessen leert. Als jij in een duivelse wereld zit, bewijzen van spreken, maar je kunt elke keer teruggaan naar je goddelijke kern in de zin dat je probeert te vragen van God, wat wil je dat ik leer uit deze situatie? Hoe kan ik hier een beter mens uit worden? Hoe kan ik um, groeien in deze situatie? Dus als je, if you're willing to play the game, als je elke keer teruggaat naar je goddelijke kern en je reconnect met die goddelijke kern, en je lessen wilt leren, en je niet te veel laat lijden, het is natuurlijk een, een, een school dat je moet leren, als je niet te veel laat um, lijden door wat de buitenwereld zegt in de zin van dat je laat. ...bespelen, of dat je, dat je helemaal in, in, erin opgaat. In die zin, ik bedoel, het is normaal om erin op te gaan. Maar ook op een metaniveau heb je dat liever niet. Dus het kan zijn dat iemand je manipuleert. Dan kun je op een gewoon niveau zeggen van... ...shit, ik word gemanipuleerd en je mag dat toelaten, je mag dat voelen. Maar op een metaniveau moet je niet willen die anderen behagen... Op een metaniveau moet je weten van. Dit is er om het los te leren laten. Dit is er om mijn grenzen te leren stellen. Dit is er om te groeien. En dat is wat ik bedoel. Dus um, so if you're willing to play the game, it will be coming around again. Zolang, zolang je blijft connecten met je ziel en met de levenslessen, je diepere levenslessen, dan. It will be coming around again. De dingen blijven terugkomen. Ik bedoel daarmee nieuwe kansen. Nieuwe kansen komen terug. Ook al lijkt het soms wanhopig en alsof er geen licht aan het einde van de tunnel is. It will be coming around again. Het leven komt terug zoals elke lente. En je hebt elke keer weer die winter. En soms is de winter verschrikkelijk. Elke keer komt er weer een lente. It will be coming around again. En dan denk ik aan een uh, Japans gezegde: Liefde ziet, zelfs aan de kaalste takken, reeds de bloesempracht van de komende lente. Dus liefde ziet, zelfs aan de kaalste takken, reeds de bloesempracht van de komende lente. En die lente komt elke keer opnieuw en je moet erin blijven geloven. It will be coming around again. En wat, wat zingt ze nog meer? Uh, voor mij heeft het, heeft het hele liedje meer betekenis dan soms blijkt. Ja, yeah. there's more room in a broken... Don't mind if I fall apart, there's more room in a broken heart. Voor mij doet het dat denken aan Rumi. Uh, dat is een Soefie-poeet. En hij zegt... You have to keep on breaking your heart until it breaks open. En voor mij betekent dat dat je soms zoveel tegenstand en tegenslag he moet hebben, doordat al je weerstand, al je controledwang, alle weerstand tegen het negatieve, alle weerstand tegen al je angsten, alle controledwang om al je angsten onder controle te houden, dat er openbreekt en dat je in volledige overgave kan gaan. Dat je echt op God vertrouwt in plaats van zelf alle touwtjes in handen te willen hebben. Voor mij betekent dat dus. Op het moment dat. Um, wat zingt ze nu? Don't mind if I fall apart. There's more room in a broken heart. Ja, ergens klinkt dat heel droef. En ik moet ook een beetje huilen als ik, eraan, als ik het zeg. Maar uh, there's more room in a broken heart. Als je echt ontvankelijk kunt zijn. Dan breekt je hart open. In plaats van gesloten te zijn en controle te willen hebben, breekt het open. Ben je ontvankelijk en kun je ook het Goddelijke, het Positieve meer beginnen ontvangen. Dus er is eerst misschien meer negativiteit. Als het openbreekt, dan komt er meer positiviteit naar voren. Dus, more room in a broken heart is, is echt zo. Mensen die vaak heel veel hebben meegemaakt, zijn vaak veel meer empathisch. Kunnen veel meer meeleven. Hebben een veel grotere ruimte om andere mensen te ontvangen. Dus het is echt zo. Uh, dus het klinkt als een gewoon liedje. Maar voor mij zit er veel meer in. En ik weet niet of ik het ga kunnen lezen vanuit deze plaats. Maar ik ga proberen te zingen. En ik weet niet of ik beter de camera van mezelf afzet. Oh. Want. <coughs> uh. Ja, maar ja, want ik, ik heb het al eens gezegd: normaal gesproken zing ik liever zo met mijn hoofd tussen mijn handen, zodat ik uh, meer geconcentreerd ben. Oké. Okay. Uh, even kijken of ik goed zit. Baby sneezes. Mommy pleases. Daddy pleases in. Zo. So. Good on paper so romantic but so bewildering I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it is coming around again So don't mind if I fall apart there's more room in a broken heart. Pay the grocer, fix the toaster, kiss the host goodbye. Then you break a window, burn the souffle, scream a lullaby. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it is coming around again. So don't mind if I fall apart, there's more room in a broken heart. And I believe in love. What else can I do? So in love with you. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game. It will be coming around again. baby sneezes, mommy pleases, daddy breezes in. i know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it will be coming around again. i do believe, i do believe, i believe in love. I believe in love coming around again, coming around again. Nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it will be coming around again. I believe in love, I believe in love. And it's coming around again, coming around again. Ja, eigenlijk zingen ze de hele tijd erdoorheen. Dus op een gegeven moment beginnen ze dus alles te herhalen. En dan zingen ze, dan zingt de ene bijvoorbeeld Baby Sneezes. En de andere zingen I Believe in Love. En dat I Believe in Love zingen ze eigenlijk voortdurend. En ik vind het eigenlijk best wel kut dat dat niet de hoofdtekst is. En dat het altijd hetzelfde is. Dus dat ik wel iets anders moet zingen. Want eigenlijk is dat I Believe in Love. En ik wel eigenlijk heel mooi dat ze dat de hele tijd door blijven zingen. Nu ben ik al bijna 20 minuten bezig met gewoon uh, de voorbereiding. En nu hoop ik niet dat er niks omvalt. Um, ja, ik ga de kaarten laten zien. Oh ja, ik vergeet hem kleiner te zetten. Uh, ik heb dus drie kaarten getrokken. De eerste kaart is 36. Tot het uiterste gaan. Dan twee kaarten uit een ander deck. Ten of Gabriel. Ik ga het even niet voorlezen, want ik kan het toch niet voorlezen met dat donkere hier. En Page of Gabriel. Ik kan wel zeggen. Nee, hier staat er hier wel iets bij. Energetic, brave, optimistic, playful. Maar ik ga alles voorlezen uit het boekje, dus dan weten jullie nog meer. Uh, het eerste dek, Het eerste kaart komt uit dit dek. Wijsheid van het Oraken van Colette Baron, Baron Reed. Ik ga het nog een keer laten zien. Ga dan voorlezen. Tot het uiterste gaan. Wezenlijke betekenissen. Moed. Waag de sprong? Overwin je angst en accepteer risico's. Boodschap van het orakel. De enige keus die je nu hebt is het onbekende tegemoet zien als je vooruit wil komen. En je mag bang zijn. Je moet nu een risico nemen dat je niet hebt ingecalculeerd om de opwinding te voelen. Dat je klaar bent om een sprong te wagen. Er wordt je gevraagd om je ware zelf te laten zien. Luister naar je hart, naar wat je van binnen voelt en laat zien wie je werkelijk bent. Ga tot het uiterste en ontdek dat je kunt vliegen. Je moet in het diepe springen zodat je de wonderen kunt ontdekken. Boodschap van een relatie. Het is beangstigend om een echte intieme relatie met iemand te hebben die alles van jou mag zien. Vooral datgene wat je verborgen hebt gehouden en je hebt beschermd. Je moet nu het risico nemen en laten zien wie je bent. Echt laten zien. Het is belangrijk dat je zegt wat je wilt. Vertelt waar je behoefte aan hebt. Duidelijk bent. Zegt waar je op hoopt. Je moet nu niet kiezen voor veiligheid, maar de sprong wagen. Je zult blij zijn als je dit doet. Dit geldt ook als je op zoek bent naar een relatie. Zet een stap in de goede richting en dan kom je steeds een stap verder. Boodschap voor, de vo voor voorspoed. Als je ooit een sprong in het diepe moest wagen, dan is het nu. Het is het juiste moment om een groot risico te nemen. Dit is de enige keus die je nu hebt en als je tot het uiterste gaat, dan ontdek je de schat die je stoutste dromen te boven gaat. Laat je leiden door je moed in plaats van door je angst. Je hoeft niet de precieze vorm te kennen van datgene waar je voor gaat. De essentie is veel sterker en spirit bezorgt je zelfs meer voorspoed dan je had gedacht. Neem die stap en het resultaat zal je verbazen. Boodschap voor bescherming: angst leidt je naar plaatsen waar je niet hoeft te zijn. Waar je nu het meeste bang voor bent, is een illusie die voorkomt uit een oude overtuiging die niet eens waar is. Je moet nu moedig zijn. Je zult niet verloren zijn op zee. Je zult niet zien hoe iedereen krijgt wat jij, wat, wat jij wilt, terwijl jij alleen wordt achtergelaten en niemand van je houdt. Wat een drama! Verkeerde tekens lijken als werkelijkheid boven je hoofd te hangen. Hoe meer je zwelgt in angst, des te werkelijker het wordt. Vraag jezelf eens af. Wie in mij is er bang? Heb dat deel van jouzelf lief? Vraag, is dit echt? Is dit waar en echt? Hoogstwaarschijnlijk is het antwoord nee. Geef jezelf een knuffel. Het is oké okay om bang te zijn. Je moet moed verzamelen. Ook als je weinig vertrouwen hebt en bang bent, Spirit vangt je altijd op. Ik ga op het einde van alles ga ik een gezamenlijke boodschap geven. Want ik vind dat het allemaal wel bij elkaar in één boodschap te, te, te brengen is. Ah ja, wacht. Ik moet eerst even dat dek laten zien. Wacht, hoe gaat dat? Uh, dan de twee andere kaarten heb ik uit dit dek. Archangel Power tarot kaart. Van Wedley Valentine. Ik zal de eerste kaart nog eens laten zien. Het is niet echt duidelijk te zien, maar ja, hier zo. Het is een beetje onduidelijk, maar. Ten of Gabriel. It's important to live a balanced life. Your determination and sheer will to accomplish the task before you is very admirable, but it's taking a large toll on you. Ask for help from others. Delegate responsibility to those who can do a good job. Reduce stress for the sake of protecting your health. Release feelings of guilt and remove unnecessary obligation from your schedule. Your current challenges may feel burdensome. But there is a great deal to learn from this situation. There's a time of growth, and that will make you stronger. Ask your angels and guides to place helpful people at your side. Additional meanings of this card: trying too hard to please others, light at the end of the tunnel, overdeveloped sense of responsibility, working too many hours and this page of gabriel situations you're ready to follow your passion opportunities for excitement and adventure are headed your way this is something that you've prepared for and have been hoping would happen you may feel as though you are not quite ready, but you truly are. Get out there and show everyone how amazing you are. People An energetic and extroverted person who is exuberant and willing to help. Someone who loves a challenge and brings youthful optimism to all he or she does. Brave, charming, creative, optimistic, certain, active, playful. Additional meanings of this card, career advancement, taking a chance, confidence, embracing life. Uh, mijn boodschap die ik erbij wilde geven, was dat de dromen die je hebt, dat die er mogen zijn. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan op het gebied van carrière zijn, relaties, enzovoort. Opleidingen. Het kan zijn dat je nu in een verkeerde relatie zit, in een verkeerde job, en dat je daar niet goed bij voelt. En dan denk ik dat de boodschap van deze reading is dat je die lipofeef mag nemen om het misschien achter je te laten en iets aan te vangen wat je echt wilt, iets waar je echt van vervuld raakt. Hoe bang je misschien ook bang, bang, bang bent om die uh, sprong te wagen. Laat schuldgevoelens los. Ja, het loslaten van een leven dat je niet meer wilt. Dus als je bijvoorbeeld niet meer in een relatie wilt zitten, laat je geen schuldgevoel aanpraten. Als je niet meer in een job wilt zitten, laat je geen schuldgevoel aanpraten. Want schuldgevoel is eigenlijk een vorm van... Ja, het is ego in een zekere zin. Het is, het is op een bepaalde manier in iemand anders ogen willen overkomen. Als je schuldgevoel hebt, dan is dat niet eens bijvoorbeeld... Ik wil weg, ik, stel je voor, ik heb een burn-out en ik zit op een job. En ik wil vrij nemen om mijn lichaam bij te laten komen. Als ik schuldgevoel heb, dan ben ik heel erg bang wat anderen van mij gaan denken. Als ik die tijd vrij neem, dan word ik door mijn ego gedomineerd en door hoe ik door andere mensen gezien wil worden. Namelijk als iemand die niemand anders teleurstelt, iemand die niemand anders pijn doet iemand die iemand anders, niemand anders lasten bezorgt. En vaak zijn we dat veel mensen van ons zijn dat aangepraat, zeker de mensen die narcistisch misbruik hebben meegemaakt of psychopathisch misbruik hebben meegemaakt, krijgen we altijd een schuldgevoel aangepraat. En dan hebben we geleerd om anderen te pleasen. En dat is eigenlijk een hele normale situatie. Nu begin ik meer te vertellen dan ik heb voorgenomen. Als, jij in een heel, als je bijvoorbeeld opgegroeid bent in een psychopathisch of narcistisch gezin. en je kunt niet ontsnappen en je bent afhankelijk van degene die jou moet verzorgen, van je verzorgers. Wat anders kan je doen dan mensen beginnen pleasen? Als jij zegt van. Jij bent een kutmoeder, jij bent een kutvader, de wereld is kut. Is dat een hele moeilijke conclusie om te trekken en dat heb ik ook zelf gemerkt, want ik ben ik wil niet zeggen dat ik tegen mezelf lieg, heel hard. Maar als ik kijk naar alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen sinds 2006 bijvoorbeeld dat ik in bepaalde kampen terecht ben gekomen, dan was ik in een zekere ontkenning van dat het leven toch gewoon niet klopt wat er gewoon allemaal gebeurt. En het is gemakkelijker om te zeggen van er zal iets mis zijn met mij, waardoor je kunt denken van als ik dit of dat doe, dan is de wereld alsnog goed. Dan te zeggen van hé, hey, ik heb hier geen controle over, de wereld is gewoon kwaadaardig. Dat is een veel moeilijkere conclusie om te trekken. En als we die conclusie trekken, dan disengageen we ons van de wereld, dan maken we ons los van de wereld, zijn we bang voor de wereld, trekken we ons terug. Zoals wij denken van het ligt aan mij, dan beginnen we te pleasen. Dan denken we van als ik liever ben, als ik braaf ben, als ik heel hard mijn best doe, dan zullen ze liever zijn tegen mij. Maar eigenlijk is dat een methode om te besweren dat anderen voor je zorgen en, voor, en je liefhebben. Het is eigenlijk een methode om niet te voelen dat je je in de steek gelaten voelt door de wereld. Dat de wereld misschien slecht is. Alleen, ik wil niet zeggen dat de hele wereld. Alles, alle aspecten slecht zijn aan de wereld. maar er zijn aspecten die toch niet zo mooi zijn. als wij hadden gehoopt. of als ik had gehoopt dat het was. De wereld is een iets negatievere plaats. dan rose-colored glass mensen dat willen geloven. Maar zoals ik al eerder heb gezegd in andere video's. je moet authentiek zijn. Als je dit niet aan kunt, dan kun je het gewoon niet aan. Dan maak je jezelf gewoon niets wijs. Want... Maar zover je kunt. probeer het onder ogen te zien. Op jouw tijd. Maar ik wilde dus zeggen dat als je heel lang in een bepaalde situatie zit. en je kunt er niet aan ontsnappen. dan begin je te pleasen. Ik ben me nooit bewust van enig misbruik. Dus ik weet niet hoe ik reageer. Maar ik kan me voorstellen. Dat als je niet uit een situatie weg kan geraken. en je voelt je echt in je leven bedreigd in een zekere zin. dat kan gewoon zijn dat, dat je bang bent dat je verzorgers of je ouders. dat, je, dat ze je geen eten gaan geven bijvoorbeeld. of dat ze je, je je opleiding niet willen laten doen zoals je die zou willen, willen doen. maakt niet uit. Dat je probeert op een andere manier controle op de situatie te krijgen. En zo leren we bepaalde gedragingen aan als schuldgevoel. Maar er is een verschil tussen schuldgevoel en een gezonde verantwoordelijkheidsgevoel. Een gezonde verantwoordelijkheidsgevoel kent zijn eigen grenzen, weet bijvoorbeeld nu heb ik een burn-out, nu moet ik voor mezelf zorgen. En die andere mensen, als die harder moeten werken, dan is dat wat zij op dit moment moeten leren. Je hoeft niet altijd alle taken voor andere mensen te voorkomen. Want de eindigheid die je niet bij jezelf kan zien, kun je ook niet bij anderen zien. Dus leer aanvaarden dat anderen misschien moeite moeten doen. En dat jij eerst voor jezelf moet zorgen. Want uit een lege kop kun je niet schenken. En wat wilde ik nog meer zeggen? Dus een, een gezond responsibility. Een gezond verantwoordelijkheidsgevoel. Komt uit de ziel, kent zijn grenzen, heeft zelfliefde, heeft werkelijke liefde voor andere mensen. Dat betekent dat ook zij soms hun, le hun lessen moeten leren. Dat zij hun plan moeten trekken. Je hoeft niet alle moeilijkheden voor anderen te voorkomen, want mensen leren door moeilijkheden te ondervinden. Zoals jij ook moeilijkheden ondervindt, je hoeft niet alle lasten van andere mensen op te nemen, want ook jij hebt het recht om je goed te voelen en je grenzen te trekken. Terwijl schuldgevoel komt voor uit het ego, uit het willen pleasen, uit het willen behagen, uit het bezweren van verlatingsangst. Het komt voort uit angst, terwijl verantwoordelijkheidsgevoel komt uit liefde voor. Het komt voort uit niet de controle willen verliezen van hoe mensen over jou denken, enzovoort. Even kijken, wat heb ik nog meer gezet? Dus je moet gezonde grenzen stellen en je moet in je kracht gaan staan. En maak contact met je ware zelf en ware wensen. Je zult nooit het gevoel hebben klaar te zijn. En toch is dit het moment om de, om de lipofee te nemen. Vertrouw erop, alles komt goed. En durf de innerlijke groei aan die nu jullie gevraagd wordt. En <coughs> laat de innerlijke groei voor anderen aan de anderen over. Maak die lipofee zoals ik al zei. En onthecht je van wat andere mensen van jou denken. Nou, dat was mijn boodschap. Nu ga ik proberen. God. Ah. Uh, ik zeg niet dat ik dat goed kan zingen. Zoals ik al zei, als ik mee kan zingen, is het heel anders dan wanneer ik uh, uh, zelf. Uh, als ik zelf zonder begeleiding moet zingen, want ik. ik ik heb alleen de tekst hier. Ik heb geen noten. Ik heb niks. Ik kan ook geen noten lezen. Dus uh, het is gewoon allemaal uit mijn hoofd. Ik ga even proberen de camera te draaien. Of misschien doe ik dat beter niet. Maar uh, ik heb al vaak gemerkt dat als ik de camera draai, dat er iets raars gebeurt met mijn video. Maar ik ga het nu toch doen. Oké. Okay. Dan het einde. I have a dream. A song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in all I see. I believe in angels. When the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A fantasy to help me through reality. And my destination. Makes it worth the while pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good in all I see. I believe in angels. When I know the time's right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I'll cross the stream. I have a dream. I have a dream. A song to sing. To help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future. Even if you fail. I believe in angels, something good in all I see. I believe in angels. When the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream. I'll cross the stream. I have a dream. Nou, ik moet zeggen dat ik uiteindelijk gewoon mijn eigen tekst heb gezongen, omdat ik anders toch over mijn tong heen val, per eigenlijk, want ik was niet van plan om mijn eigen tekst te zingen. Het zijn gewoon maar een paar kleine dingetjes die ik anders heb gezongen, omdat ik anders de zin voor mij te lang was. En ik op bepaalde woorden nadruk leg, waardoor ik uit ritme geraakt. Uh, maar jullie kunnen altijd het liedje zelf opzoeken. Dus het was eerst was Carly Simon, Coming Around Again, en dan Abba, I Have a Dream. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week. De Joden een fijne sabbat. Die om hoe laat was het nu? 18 uur 13 begint de sabbat. Ik weet niet of het me lukt om nu wel om die om 18 uur 13 erop te zetten, dat die echt om 18 uur 13 eraf opgaat. Um, voor alle andere mensen, de meeste mensen is het zondag sabbat. Um, Geniet van het weekend. Dan denk ik aan wat um, Indianen zeggen. Ana. Of ik weet niet hoe gebaar ze ermee maken. Um, en ik hoop jullie volgende week vrijdag te, te, te spreken. Um, volg mij hier op. Ik wil elke keer Facebook zeggen. Volg me hier op YouTube. Volg me op uh, Pascaruna Coaching. Op, op Patreon. Uh, bel me op of stuur me een mail voor 1 uh, op één coaching en ik zal jullie graag helpen. Namaste